Ik heb nu een album 1. En die album 1 laat deze drie galleries zien. En ik heb een album 2. En die laat deze twee galleries zien. Ik kan ook een overzicht maken van alle albums die ik heb. En dat gaat als volgt. Ik ga naar de achterkant. Ik maak een nieuwe pagina. En die noem ik overzicht albums. Ik klik hier weer op dit symbooltje om naar de Gallery Unit te gaan. En ik ga naar het vierde tabblad Manage Albums. Daarin zie ik album 1 en album 2. Ik ga nou een nieuw album maken. Overzicht album. Klik op Add. En op dezelfde manier waarop ik verschillende galleries in een album kon doen, kan ik ook albums in een album stoppen. Dus een soort genest album. Hier zie je het overzicht album. En hier kan ik album 1 inslepen en album 2. Klik op Update. Op dezelfde manier waarop je moest zorgen dat de albums gekoppeld waren, moet ik dat nu ook controleren. Dus ik moet kijken bij album 1 of die gekoppeld is aan de goede pagina. Kijk op Edit Album en ik zie dat hij not linked is. Hij moet gekoppeld worden aan een pagina album 1. Oké. En ik moet ook album 2 controleren of die gekoppeld is. Klik op Edit Album en die was ook niet gelinkt. Dus die moet ik linken aan de pagina album 2. Klik op OK. Dus de albums zijn nu gekoppeld. En als ik kijk in overzicht album, dan zie ik dat in overzicht album, dat daar album 1 en album 2 in zitten. Ik moet nu nog een vorm kiezen waarin ik het overzichtsalbum wil laten zien. Dus ik ga naar tabblad 1, Display Galleries. En ik kies hier de grid optie. Wat wil ik laten zien? Dat is het overzicht. En ik klik op Save. En ik klik op Publiceren. Als ik nu naar deze pagina ga, dan zie ik het overzicht van de albums, album 1 en album 2. Als ik hierop klik, op album 1, dan ga ik ook naar album 1 en zie ik de verschillende galleries waaruit album 1 bestaat. Als ik terugklik op overzicht albums en ik klik op album 2, dan ga ik hier naar album 2 en dan zie ik deze twee galleries. Ik kan dat nou nog netjes in de menustructuur zetten. Overzicht albums, die sleep ik naar boven. En ik sleep deze opzij, dat dat subpagina's worden. En ik klik op menu opslaan. Als ik nou naar de voorkant ga, dan heb ik hier mijn overzicht. En ik heb album 1 en 2.